Hoe zie jij de komende maanden nu richting de verkiezingen? Nou ja, er zullen verkiezingscampagnes worden opgestart. Ik begreep dat alle kassen eigenlijk leeg waren. Vanwege de verkiezingen die we, wat was het, 15 maart net achter de rug hebben. Tom Jan Meijers, die tegenwoordig enigszins in de schaduw werkt aan hele lange stukken. Die had een tijdje een ontzettend leuk idee, namelijk in een bepaalde wijk van Gouda ging die aan mensen vragen wat die er nou van vonden van de politiek. En een van de dingen die mij van die stuk is bijgebleven is dat die kiezers zei, kan het een keer ophouden met al die eindeloze verkiezingen in Nederland? Want ja, dit is natuurlijk zo. Wat hebben we niet? Parlementaire verkiezingen, provinciale statenverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, waterschapsverkiezingen, euroverkiezingen, heb ik er nog eentje vergeten of niet? Nou, natuurlijk krijgen de kiezers daar genoeg van. En dat was heel opmerkelijk dat ze dat steeds zeiden. Houd toch eens op met die verkiezingen. Ja. En je hebt natuurlijk dat wezenloos geluk. Dat is heerlijk dat je überhaupt mag kiezen. Maar mensen moeten wel het gevoel hebben dat het ergens over gaat. Precies. Dat ze daar inzicht hebben in waar het dan eigenlijk over gaat. En als je het mensen vraagt, hebben ze vaak ook geen flauw idee. Net zo goed als ze over de immigratieproblemen natuurlijk uiteindelijk geen flauw idee hebben. Je ziet, laten we zeggen, het calamiteuze puntje van de ijsberg in Ter Apel. Maar ja, het is een heel lastig dossier, die immigratie. Heb je sowieso de behoefte om je toch uiteindelijk min of meer fatsoenlijk te gedragen. Wat wel interessant was, is dat Geert Wilders, die werd geïnterviewd door Rob Tripp in het 8 uur journaal toen het net gebeurd was. En die heeft Rutte altijd uitgesloten. Die heeft gezegd, ik wil niet meer. Maar nu zei hij, ja, we moeten toch over onze ego's heen stappen. En we zien het toch wel zitten om met Rutte een nieuw kabinet samen te werken. Rutte is tot alles in staat. Kijk, als je bij vol daglicht bereid bent om laten we zeggen, je hele kabinet, de hele rest van je kabinet dood te schieten, dan ben je ook bereid om weer met Wilders in zee te gaan en met de BB-beweging in zee te gaan. En nou ja, je realiseert natuurlijk dat je achterban, namelijk dat die provinciale VVD, en daar heeft hij, dat is natuurlijk ongetwijfeld zo, is aards conservatief. Nee. Zeker. Dat wil niet zeggen overigens dat dat aards conservatieve geluid ook beleidsmatig betekenisvol zal zijn in de naaste toekomst. Ja. Nee. Je raakt natuurlijk al heel snel in de sfeer van klimaatontkenners en vage samenzweringstheorieën over de overheid. Dat die overheid nooit deugt. En nou ja, maar de New York Times had een stuk waarin ze dus in Europa zagen dat migratiethema in meer landen speelt. En dat ze daardoor ook een ruk naar rechts wel zien gebeuren. Zonder twijfel. En in al die landen zijn dat natuurlijk dezelfde politieke effecten. Het wordt handig gebruikt door rechtse partijen. In Duitsland, de AfD is ook groot. Ja, waren toch ook lokale verkiezingen. Om eerst maar eens zien, de AfD was in Alkmaar groot en dan was het net als met de PVV. Die is ook jarenlang enorm groot geweest en werden de verkiezingen gehouden en dan viel het altijd toch weer een beetje tegen. Dat de mensen toch even dachten, ja, misschien toch niet zo'n goed idee. Vooral natuurlijk omdat natuurlijk op een reeks van essentiële dossiers de PVV niet goed snik is. Uit de EU en terug naar de gulden, weet ik wat voor onzin is allemaal niet te verkondigen. Ja, dan kun je natuurlijk, als je in de coalitieonderhandelingen dan zegt, ja, sorry, maar we zeggen dat altijd om de eenvoudige kiezers om de tuin te leiden, maar eigenlijk zijn we ook voor de EU. Ja, ik weet niet wie dat... Er staan in de peilingen nu 3. Je hebt dus 1 VVD, volgens mij 28 zetels, dan BBB en dan PVV. Ja, nou ja, dan zie je dus niet waar wat een aardsconservatief land wij in feite zijn. En daar blijf ik bij mijn punt, dat is allemaal heel aardig. En vanuit het perspectief van de al niet al te snuggere kiezer is dat ook heel begrijpelijk. Maar dan zul je vanzelf loop je aan tegen de grenzen van wat een land als Nederland in feite kan doen. Voordat je het weet, moeten we Thierry bellen voor de Nexit. Nou ja, dat zit er niet in. Ik begrijp ook nooit waarom die belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld natuurlijk de werkgevers, en deels de werknemers niet zeggen, jongens, hou dat toch eens op met dat gezeik. Er zijn belangrijke issues zijn hier gaande en daar moeten we er nu wel beslissingen over nemen in plaats van alles eeuwig uit te stellen. Bij Wilders is het natuurlijk ook nog wel zo dat Rutte nu zijn instrument, namelijk migratie, zijn thema was dat. Van Wilders heeft hij eigenlijk overgenomen en hij hoopt hij op te scoren. Dus hij hoopt natuurlijk ook de PVV voor een deel leeg te trekken.
Nou, kennelijk hebben zij, zij zullen ook al, denk ik wel, aan eigen polling hebben gedaan, aan eigen verkiezingsonderzoek. De VVD bedoel je? Ja. Ja, dat doen ze constant. Dat doen die partijen. En ik denk dat ze daaruit besloten hebben dat ze dus een verre kans hebben om heel behoorlijk te scoren bij verkiezingen die eventueel dit jaar nog gehouden zouden kunnen worden. Half november, en dan houden ze natuurlijk, wat ik al zei, de handen aan het stuur. Ja. En dan houden ze niet alleen de VVD handen aan het stuur. Hè? Hoewel ik begin ineens met het stuur. Een beetje, het is, de VVD is eigenlijk een typische cruise control partij. Hè? Ze doen eigenlijk niet veel. Maar goed. Maar wat je al zei. Ja, ik zocht naar een metafoor, maar misschien niet zo geschikt. Ja, dus ze hebben besloten dat ze dit kunnen winnen. En dat betekent dat ze meer controle hebben, denk ik, dan ze. Dat is hun illusie natuurlijk. Dat ze meer controle hebben over het beleid dan ze in deze coalitie hebben. Waar, daarom zei ik, ze hebben vooral zeker die achterban. Die vindt dat ze een D66-programma moeten uitvoeren. Dat is ook regelmatig naar voren gebracht. Vond je dat dat niet zo was? D66, nou, ik ben natuurlijk geneigd om te zeggen dat het D66-programma, dat in allerlei opzichten wel spoort met wat onvermijdelijkerwijs toch zal moeten gebeuren in de komende halve eeuw. Ja, de VVD, weet je, die rekent natuurlijk ook met hele lange termijnen. 2050, 2035, het is altijd, er gaan altijd wonderlijke dingen gebeuren in Nederland, maar niet volgend jaar in ieder geval. Dus dat zou kunnen, maar ik denk dat er grenzen zijn aan het gekke beleid. Die zijn het, Rutte is ook niet gek. Hij is een moordenaar gebleken, maar hij is niet gek. Dus hij weet ook wat de beperkingen zijn. En wat je wel en wat je niet kunt doen. En hij kan er natuurlijk op mikken. Misschien dat hij wel wat groter denkt. Hij kan erop mikken, heel Europa trekt naar rechts. Dus misschien passen we daar wel goed in en dan kunnen we eventueel natuurlijk in de ministerraad en via de ministerraad in de commissie op een aantal punten ander beleid gaan voeren. Ja, ja. Maar ik zie nog niet, ik bedoel, kijk even naar de buitengrenzen van de Europese Unie. Ja, dan begrijp je toch ook wel dat als je over een bootje beschikt en een lekker motortje, dat je vanuit 1001 punten kun je naar Europa varen. Dat hebben die Engelsen ook gemerkt, toch? Ja, die zijn eruit gestapt vanwege de immigratie voor een belangrijk gedeelte. Nou ja, wij kunnen het zelf een keer proberen dat we een podcast maken terwijl we bezig zijn om illegaal naar Engeland te varen. Zullen we dat doen? Dat zou wel heel opmerkelijk zijn, ja. En, ja, we huren een lekker zeewaardig bootje, die kan jij niet, ja, die kunnen we krijgen. Ja. Dan moet jij achter het stuur zitten. Ja, nee, ik kan wel het roeren. Als het maar een motorbootje is, ik maar niet hoef te zeilen, dan is alles best. Ja. En dan gaan we dus naar de overkant varen. Dat wordt leuk, want dan of we worden aangehouden door een motortorpedoboot van de Engelse marine. Maar dit wordt natuurlijk wel een scoop. Ja. Ja, dat begrijp je wel. Dat denk ik zeker, ja. Ja. Maar goed, als wij het kunnen, dan kan iedereen toch? Ja. Je moet wachten op een dag, maar mooi. Ja, je moet niet met westerstorm gaan varen, maar je moet wachten op een beetje redelijk weer. Maar wat Rutte dus wil, dat is duidelijk. Hè? Die... Denk aan al die oranje gasten in de Tweede Wereldoorlog. Die kwamen soldaat van Oranje. Ook met bootjes. Ja, maar met bootjes. Ja. Ja. Vaak hele, hele onaanzienlijke sloepjes. Hoeveel zijn er eigenlijk om het leven gekomen? Dat weet ik niet. Die overtocht? Dat is zo'n interessant vraagstuk ook. Wij moeten natuurlijk wel begeleid worden door mensen die ons gaan redden als het nodig is. Ja, ja, ja. Dat zijn de luisteraars dan. Die moeten in actie komen dan. Ja, ik denk dat we dit het beste kunnen aanpakken met crowdfunding. Ja, 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 ja. En dat we dan een advertentie zetten. Wilt u naar Engeland zonder beledigd te worden bij de douane? Ja? We kunnen altijd nog die man bellen met dat vliegtuig. Ja, die jou een keer met een vliegtuig naar Texel wilde vliegen. Die kunnen we ook inzetten. Ja, ja, dat is... Ja. Ja, goed, in principe kun je met die... Ja, ik denk even aan die bekende Duitser die erin geslaagd is om met een soort Piper Cup onder de radar naar Moskou te vliegen. Dat was een ontzettende afgang voor de Russische luchtverdediging. Hoe heet die jongen toch ook alweer? Daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Ja. En die is toen op het Rode Plein geland. Hij heeft ook eens even in de gevangenis gezeten daar. Hij heeft nooit meer gevlogen, heb ik gelezen.